Nou, ik ga naar stage, ik ga naar het Matties project, dus ik ben voor 9 uur weer thuis. Nou, als ik vanaf huis door de stad hierheen loop, dan merk ik dat het gewoon heel leeg is. Gewoon geen vrolijke mensen. Omdat het gewoon ook raar voelt om over straat te gaan. Omdat je weet dat je eigenlijk thuis hoort te blijven zoveel mogelijk. Maar ik ga naar het Matties project en dat is gewoon legaal, dus daar kunnen we gewoon heen. Nou, deze avond is echt bedoeld voor de jongeren, zodat ze wat leuks te doen hebben. En vooral ook nu in de coronaperiode, omdat er echt gewoon weinig tot niks te doen is. Hoi! Op dit moment moet die activiteit zittend zijn op 1,5 meter. We hebben Weerwolf gedaan, dat is een spel wat vergelijkbaar is met het hele bekende spel Among Us. We hebben een podcast gedaan, die hebben de Matties zelf verzonnen. Ik merk echt aan de jongeren dat ze het ook echt heel leuk vinden en dat het voor hun ook echt wel belangrijk is dat ze daar terecht kunnen. En dat ze dat echt heel erg op prijs stellen, dat ze een plekje hebben om op vrijdagavond samen te kunnen komen. Erik, wat zijn jouw verslavingen? Mijn verslaving is sporten. Waarom klonk dat zo sarcastisch? Nou, ik ben hier omdat het is hier altijd gewoon gezellig. Even ertussenuit. Gewoon lekker even van huis af. Dan kom je bij deze gezellige mensen en dan gaat er in principe een hele andere wereld voor je open. Ja. Mijn hele dag speelt zich tegenwoordig eigenlijk gewoon af op mijn eigen kamer. Ik word 's ochtends wakker, ga naar beneden om te ontbijten en dan is het direct weer naar boven om met school bezig te gaan. Het is even alle stress van de week eraf gooien met een heleboel vrienden. En dat is voor mij gewoon heel erg veel waard. Ja, je wordt gewoon geaccepteerd. Je maakt heel snel nieuwe vrienden hier. Omdat het is altijd gezellig en iedereen is altijd met elkaar. Ja, vrienden voor het leven. Ja, het geeft mij ook wel een voldaan gevoel. Gewoon omdat ik weet dat het voor hun belangrijk is. En dat ik hun ermee kan helpen door ook hier een deel van uit te maken. Dus dat is voor mij echt een heel fijn gevoel. Oké, jongens, het is 8:30. Dat betekent dat we naar huis moeten vanwege de avondklok helaas. Wie is er volgende week weer bij? Hey. Mooi.